Via de NGO PUM werd ik als specialist uitgezonden naar Noord-Ghana. In deze docu laat ik u zien dat ook een project als dit kan mislukken. Een lokale chief had een PUM-bezoek geregeld in Noord-Ghana voor een vriend van hem. Met KLM kom ik aan in Accra, de hoofdstad van Ghana. Er zou een binnenlandse vlucht geregeld zijn, maar het toestel was niet beschikbaar. Dus werd ik opgehaald door mijn klant en moest 400 kilometer met de auto over slechte wegen het binnenland in richting Burkina Faso. Na de lange rit werd ik voorgesteld aan zijn vrouw en kreeg een lekkere maaltijd. Daarna bracht hij mij naar een soort afgelegen opslagterrein met een loods erop. Ik zou daar moeten gaan slapen. Ik weigerde de plek vanwege de gebrekkige situatie en ook onveilig. Na wat omzwervingen kon ik voor enkele dagen op de grond op een matras slapen in een missiepost. Het was in ieder geval veilig. De volgende dag bezocht ik wat zijn bedrijf heette te zijn. De foto's spreken voor zich. Daar sta je dan, ruim 6000 kilometer van huis. Improviseren dus. Ik vroeg hem mijn collega-bedrijven in het plaatsje te laten zien. Ook deze foto's spreken voor zich. Hopeloos. Ik stelde hem voor, na overleg, te kijken of er tussen de bedrijven samenwerking mogelijk was. Omdat ik verder niets kon bereiken, heb ik besloten en aangekondigd eerder weer naar huis te vertrekken. Het leverde in ieder geval twee unieke situaties op. Allereerst de bisschopsbegrafenis in een stadion en een logeerpartij in een dorpje in de savanne. Ook de vliegreis naar huis was niet zonder probleem. De binnenlandse vlucht was overboekt. Op het allerlaatste moment kon ik nog als laatste via een ladder in het vliegtuig stappen.